Eten, drinken en entertainment onder één dak. Mingelmus opent vandaag haar deuren voor het hongerige publiek en is daarmee de eerste foodhall van Den Haag. En ondanks dat dit soort concepten uit de grond schieten, is deze uniek in haar soort. Een puntje waarbij wij bij andere foodhallen tegenaan liepen, zeg maar, is toch het element van ja, je moet en bij de food unit wachten en je moet bij de bar wachten op een drankje. Nou begrijp ik bij de food unit, dat is het omzetmomentje van de ondernemers en die willen ook laten zien wat ze kunnen en wat ze hebben. Dus dat moest gewoon blijven bestaan, maar wij vonden eigenlijk dat, dat het daarmee klaar moest zijn en dat je daarna gewoon aan tafel kan zitten en gewoon kunt genieten van de rest van je avond zonder dat je steeds naar de bar hoeft te gaan. Mingelmash betekent letterlijk mengelmoes. Je kunt er dan ook van alles krijgen. Van tapas tot sushibols en van pizza tot Poolse lekkernijen. En dat voor niet al te veel geld. Prijzen zijn laag. Dat hebben we bewust gedaan omdat we de lunch tijdens de lunch iets willen bieden waarbij mensen gewoon lekker kunnen happen en proeven en dan niet naar de prijs hoeven te kijken. De eerste klanten zijn in ieder geval positief over het concept. Hartstikke leuk. Ja, ik vind het veel keus, veel lekkers. Dus ja, mooi. Er is voor iedereen wat te eten, dus als je met collega's op pad gaat, dan kan ieder zo zijn eigen recept of eigen keuken uitkiezen en dan aan tafel gaan eten.